vanuit Walsall. De laatste oefenwedstrijd voor Ajax in aanloop naar Champions League duel met Sturm Graz, de tweede hier in Walsall. Dit keer tegen de plaatselijke voetbalclub Walsall FC. Bij Ajax Per Schuurs, Ryan Gravenberch, Siem de Jong en Kasper Dolberg onder andere aan de aftrap. Dolberg goed weggedraaid en dan even aangetikt. Nou, daar is de ruimte voor het schot weg. Siem de Jong, Labiat. Het wordt Siem de Jong. Siem de Jong raakt de lat. Prachtige vrije trap. Pech voor Siem de Jong. Dan nog Per Schuurs tegen Ekkelenkamp op. Siem de Jong, prachtig. Gravenberch. Twee man bezighouden en een goede bal tussendoor in het schot. Het is goed geprobeerd. Het is niet lastig genoeg. Maar dat had de scheidsrechter best voordeel kunnen geven. Vrije trap ingaat. Lamproe gaat er onderdoor. En ontsnapt dan. Gevaarlijke voorzet. Nu krijg je er niet in, zou je bijna zeggen. Zeli Ismail krijgt het voor elkaar. En hier weer een voorzet, weer gevaarlijk. En nu is het raak. Nu is het Andy Cook die hem binnenkomt. Weer een goede voorzet van de zijkanten. En die Koek is lang en kopsterk. Dat blijkt. Labiat. Hij heeft wat ruimte om een actie te maken nu. Labiat is er voorbij en gaat de bal op de stip. Nee, dat gaat hij niet. Daar mag hij. Hier te zien. Ja, hij stapt wel een beetje in, maar Labiat probeert er ook gretig gebruik van te maken. Ja, deze vrije trap kan beide kanten op. Hij is voor Walsall. Ja, Kostas Lamproe twijfelt. En moet dan vervolgens rennend in actie komen. Oh, daar komt zomaar de bal voor de voeten van Johnson. Johnson! Oh, en een goede redding van Roberts. Hier is Walsall. Goed voorgegeven, dan het schot. En de 2-0. Dan is het weer Andy Cook. De lange spits van Walsall. Treft opnieuw doel. Twee goals van Andy Cook. Daar is meteen het antwoord. Kai Sierhuis. Heel dichtbij. Voor Walsall duurt de voorbereiding nog iets langer. Zij gaan op 4 augustus van start met de competitie. Een week voor de Eredivisie start in Nederland. En Johnson met een mooie aanname. Johnson, goede redding. Rebound. Moet hem zeker volgen van Sierhuis. Ekkelenkamp, ruimte. Ekkelenkamp. Oh, de lap. Dat is de tweede keer deze wedstrijd dat Ajax het houtwerk raakt. Gravenberch. Gravenberch, weer van die goede bewegingen waarmee hij de verdediging helemaal gek maakt. Ekkelenkamp, heerlijk schot. Hij heeft geen geluk. Net als dat Siem de Jong in de eerste helft geen geluk had. Hier wat pech voor Ajax dat die bal er weer net verkeerd valt.
Gravenberg. Verrassend geschoten. En zo wordt ook hij helemaal fit gestoomd voor de wedstrijd tegen Sturm Graz. Dat nu de eerstvolgende wedstrijd is voor de ploeg van Erik ten Hag. Deze wedstrijd hier in Walsall wordt met 2-0 verloren van de thuisploeg. Door 2 doelpunten van Andy Cook.